zijn net bij ADO geweest. Helaas moest ik Bilal net even terugbrengen. En ja, vond het helemaal fantastisch. Echt heel veel prikkels. Dat merk je natuurlijk ook aan het filmpje. Maar ja, dat neemt niet weg dat dat hij onwijs naar zijn zin heeft gehad. Met name de spelers, die hebben me super ontvangen in de kleedkamer. Boys, echt well done. Thanks. En dat allemaal dankzij niemand minder dan Randy Wolters. We zitten hier natuurlijk bij ons op kantoor. Ja, ja. We zijn er weer. Alles goed, Ren? Ja, goed, man. Met jou? Ja, lekker. Lekker. Hoe heb je het ervaren vandaag? Ja, was leuk, was leuk. Ja? Moet ik daarna kijken of het daar... Als jij wil, gaan. Nee, het was super tof dat je wat langsgekomen met Bilal natuurlijk. Bilal was super gezellig. Veel jongens vonden het leuk dat je bent langsgekomen. En wat ik zeg, goede indruk achtergelaten bij alles en iedereen. En hij heeft het zelf ook, denk ik, reuze naar zijn zin gehad. Ja. Hij heeft nog gescoord in het Den Haag stadion. Dus Nasser kan niet keepen, joh. Dus het was sowieso een eitje, maar het was een mooie goal. En wat ik zeg, iedereen vond het super leuk dat hij er was. En zelfs nog een mooi shirtje gekregen van ADO. En super leuk. Echt top gedaan. Nee, Bilal kent je nu inmiddels ook wel. Ja, ja. Jullie hebben ook wel echt een band beginnen te krijgen. Ja, nee, ja. Ik en Bilal, of Bilal en ik, die, ik weet niet, er groeit wat. Bij Go Ahead was natuurlijk al leuk. En daarvoor af en toe dat ik hem zag hier zo op het kantoor met jou dan in de stad of zo. Was altijd wel leuk. En nu begint het echt, we beginnen echt matties te worden, zeg maar. Dus alleen maar liefde voor Bilal, absoluut. En, leuk. Hij maakt me altijd wel, als ik een beetje down ben, dan maakt Bilal me altijd vrolijk. Nou, dat is alleen maar goed. Ik hoop voor meerdere mensen. Dus mensen abonneren. Ja, het kost maar 15 euro per maand, maar dan maak ik allemaal juist. Nee, het is helemaal gratis. Hey Ren, hoe voel je op dit moment? Ik zit goed in mijn vel. Wat ik zeg, ik ben super goed ontvangen door alles en iedereen bij ADO. Neem niet weg dat ik de jongens van Go Ahead ook wel mis hoor. Ja, moet je denken aan gasten als Leon, Kenny en zo. Maar ik ben goed ontvangen. Ik ben bij mijn eigen stad, zeg maar. Dus dat is altijd goed. Ik ken de kast weer leeg eten bij mijn moeder thuis. Hou je het nog wel een beetje gezond? Nee, ja, absoluut. Absoluut. Gewoon krank en zo. Nee, zeker. Maar ik zit gewoon goed in mijn vel. En jammer dat je nu twee wedstrijden achter elkaar. Ik begon natuurlijk in de basis. Ik denk dat ik wel een aardige indruk heb achtergelaten bij de mensen, bij het publiek en zo. En nu moet je even weer pas op de plaats maken. Maar dat neemt niet weg dat ik gewoon geduldig ben en gebrand ben om mijn kans te pakken. Dus. Absoluut. Nou, is hartstikke mooi. Vorig jaar speelde je nog Jupiler League, nu Eredivisie. Ja. Hoe is die overstap voor jou, hoe heb je die ervaren? Ja, wel goed eigenlijk. Ik denk dat ik me wel redelijk tot goed heb aan kunnen passen aan het niveau. Stiekem in je hoofd, dan weet je gewoon van dat het een lastig seizoen ging worden met Go Ahead. En met ADO nu in principe in dito. Alleen persoonlijk denk ik gewoon dat ik mijn mannetje wel kan staan. En, ik heb veel redelijk tot goede wedstrijden kunnen spelen. En, het rendement moet gewoon nog wat hoger. Maar voor de rest, ik ervaar het als lekker. Weet je, gewoon volle stadions, weet je. Het podium wat je wil hebben, zeg maar. Dus je haalt echt voldoening uit. Niet dat je in de Jupiler League dat niet hebt, omdat dat ook gewoon een niveau is. Alleen. Wat ik zeg, Eredivisie is gewoon het hoogste wat je kan halen in Nederland. En dat doe je nu. Je speelt gewoon Eredivisie. En dat is persoonlijk is dat natuurlijk gewoon heel lekker. En nu moet je gewoon stappen maken om. Maar is het dan niet zo dat je als speler jezelf heel veel druk oplegt? Gewoon het moeten willen presteren. Misschien zit dat ook wel een beetje in mij, weet je, dat ik mezelf wel een bepaalde lat opleg, zeg maar, waar ik aan wil voldoen. En, soms is het mijn valkuil, alleen ik denk wel dat het, als ik dat niet zou doen, zeg maar, weet je, dan, ik weet niet, dan zou ik misschien, moet je dat een beetje gaan lanterfanten of weet ik wat. Het is wel iets wat gewoon echt in me zit en, wat ik zeg, veel extra trainen. Want je hebt ook een personal trainer? Ja, personal trainer, Patrick Willems. Dus daar moet ik ook weer heen, want ik ben al 3 weken, 4 weken niet geweest.
Maar nee, wat ik zeg, dat is iets waar ik bijvoorbeeld vorig seizoen echt veel ja, kracht en motivatie en puff uit heb gehaald. En dat is wel iets waar ja, dat je weer next level kan gaan, zeg maar, weet je. En ja, niet veel jongens doen het. En ja, ik denk als ja, dat wel iets is waar je jezelf... ja, ik denk dat ik met Leon de Koog vorig jaar een mooi voorbeeld ben geweest. Dat je daardoor zelf ook kan onderscheiden. Dat zijn net even de kleine dingen ja. die het misschien wel doen. En bij ons is het heel goed uitgepakt. En ja, dus dat is goed, man. Wel positief. Nou, op een gegeven moment dan Go Ahead Eagles. Ging natuurlijk stijgend aan en toen werd het even wat minder. Ja. En nou, de laatste, uit mijn hoofd, 3 wedstrijden nou, kwam je op de bank. En op een gegeven moment kwam zoiets van, ja, ik moet... Twee laatste wedstrijden. Inderdaad. En dan op een gegeven moment dan, ja, kwamen natuurlijk best aardig wat clubs die dan interesse hebben. En ik weet nog, alle uiteindes van de wereld een beetje. De ene uiteindes, de andere uiteindes. Klopt, veel buitenlandse interesse van Amerika tot aan Turkije, tot aan Engeland, Schotland, ja, noem ze maar op. En uiteindelijk is het toch het meest... dichtstbijzijnde clubje wat er maar kan zijn in mijn optiek. En nou ja, dat zijn beslissingen die je hebt moeten maken in een heel klein tijdsbestek, zeg maar. En ja, dat heb je met de mensen die, waarmee je goed bent, heb je die beslissing gemaakt. Ik ben best wel een gevoelsjongen in dat opzicht, dus ja, dan komt het gevoel bij mij naar voren. En ja, ik had op dit moment gewoon het beste gevoel bij ADO. Ja, vandaar de keuze op ADO. En ik weet nog, er was ooit een moment dat je zei van... ja, ik zou ooit wel voor ADO willen spelen. Ja. En wat ik wel echt knap vind, jouw doelstelling was Eredivisie. Ja. Nou, dat heb je nu bereikt. Nou ja, ADO Den Haag, dat was ooit jouw droom in daar in het eerst spelen. Die droom heb je ook bereikt, dus... Nee, ja, wat ik zeg, ik vind het altijd zo... hoe zeg je dat? Zo cliché om te zeggen van je leeft je droom. Maar aan de ene kant, je doet het wel, weet je. Je zet doelen voor jezelf neer en... Ja, ik heb natuurlijk best wel in de zin van qua geluk heb ik best wel wat tegenslagen gehad, zeg maar. Alleen wel gewoon blijven vechten en mijn ding blijven doen en me door niets en door niemand van mijn doel af proberen te praten, zeg maar. En ja, ik heb gewoon mijn ding gedaan en daar uiteindelijk toch de doelen die ik heb willen halen behaald, zeg maar. En ja, nu ga je weer verder doelen zetten, zeg maar. Ja, dat is gewoon zoveel mogelijk minuten nu maken bij ADO op dit moment. En ik ben daar niet bang voor dat niet gaat gebeuren. Dat gaat gewoon gebeuren. En vooral omdat ik gewoon nu goed in mijn vel zit en gewoon mijn ding doe. En ja, ik weet zeker dat gewoon goed gaat uitpakken. Ja, nou, dit is natuurlijk ook wel een echte voorbeeld als je kijkt naar kinderen en jongeren die allemaal een doel hebben. En ja, vaak hebben ze talent, kunnen ze iets. Maar je ziet dat echt dat het op het mentale aspect komt. Nee, zeker. Ja, mentaal en discipline, zeg maar, dat is wel. Ja, dat zijn wel dingen. Dat is misschien nog wat je misschien meer nodig moet hebben als talent. Als je echt getalenteerd bent, dan kan het je wel brengen. Weet je, op plekken waar anderen misschien niet kunnen komen. Maar er zijn ook zat talentvolle jongens, meisjes die zoveel talent hebben, zeg maar, die niet op de plek zijn waar ze horen te zijn, zeg maar. En dan komt het mentale en discipline aspect, zeg maar, komt erbij kijken. En ja, dan merk je dat het misschien een combinatie van. En soms zijn meisjes of jongens die... ja, die mentaal en disciplinair wat sterker zijn dan misschien wat meer talentvollere mensen, zeg maar. Die komen verder dan de talentvollere kinderen, zeg maar. Dus ja, het is, ik denk dat je een mengelmoes moet hebben. En wat ik zeg, soms moet je hard werken om je doel te bereiken. En ja, van hard werken zal nooit iemand doodgaan, volgens mij. Nee. Dus dus het klinkt allemaal een beetje cliché. Het is wel belangrijk. En zeker, kijken natuurlijk heel veel kinderen kijken en jongeren kijken er ook wel naar deze vlogs. En wij willen ze wel natuurlijk vanuit een maatschappelijk oogpunt willen ze wel meegeven van joh, heb je een doel, dan moet je gewoon keihard voor werken. Precies. En dan kom je niet allemaal van een luie dakje. En nee, kijken ik kom niet tegen... dat, ook in mijn, hoe zeg je dat? In mijn ding, zeg maar, is het ook niet aankomen waar je, zeg maar... veel tegenslagen gehad en ja, wat ik zeg, ik ben wel op het podium waar ik wil zijn.
En ja, dus. Ja, en wat ik ook echt mooi vind is. Vorige keer spraken we elkaar natuurlijk. En toen zei je van. Toen zei ik tegen jou van. Ja, weet je. Ik hoop wel echt dat je gaat spelen. Toen zei jij wat heel duidelijk tegen mij van. Ja, nu is het allerbelangrijkste is dat ADO gewoon erin blijft. Nou ja. En het gaat nou eventjes niet om, om mij als nee, persoon. Ja, wat ik zeg. Mijn teleurstelling is op dit moment. Is natuurlijk wel. Je bent liefhebber, je wil spelen. Nou ja, afgelopen de wedstrijd niet gespeeld. Zelf nog nooit meegemaakt dat ik niet speel, zeg maar. Dus tuurlijk, dat is hard en pijnlijk. Alleen wat ik zeg, op dit moment is de club belangrijker, zeg maar, dan mijn teleurstelling. Aangezien we nu op een plek staan die eigenlijk ervoor zorgt dat volgend jaar ADO niet in de Eredivisie zit. En ja, daar is de club veel te mooi voor om dat te overkomen, zeg maar. Ja. Dus ADO moet er gewoon in blijven. En, ja, en als ik daar natuurlijk een rol in kan spelen, natuurlijk, ja. Dat zou gigantisch zijn. Maar ja, op dit moment moet mijn teleurstelling even aan de kant. En ja, is het belangrijk om met z'n allen ervoor te zorgen, zeg maar, dat ADO gewoon in de Eredivisie blijft. En ja, je hebt vandaag de training gezien. Ik denk dat we ja, goed aan de weg gaan timmeren zijn. Ja. En ik vind het ook wel echt, echt een hele leuke groep. Als ik zei, ja. Die kleedkamer. Tuurlijk, dat is hard en pijnlijk. Alleen wat ik zeg, op dit moment is de club belangrijker, zeg maar, dan mijn teleurstelling. Aangezien we nu op een plek staan die eigenlijk ervoor zorgt dat volgend jaar ADO niet in de Eredivisie zit. En ja, daar is de club veel te mooi voor om dat te overkomen, zeg maar. Ja. Dus ADO moet er gewoon in blijven. En, ja, en als ik daar natuurlijk een rol in kan spelen, natuurlijk, ja. Dat zou gigantisch zijn. Maar ja, op dit moment moet mijn teleurstelling even aan de kant. En ja, is het belangrijk om met z'n allen ervoor te zorgen, zeg maar, dat ADO gewoon in de Eredivisie blijft. En ja, je hebt vandaag de training gezien. Ik denk dat we ja, goed aan de weg gaan timmeren zijn. Ja. En ik vind het ook wel echt, echt een hele leuke groep. Als ik zei, ja. Die kleedkamer binnenkom en ik zie hoe de spelers met elkaar omgaan. Heel veel respect voor naar elkaar ja, toe. Nee, wederzijds respect is daar heel hoog. Ja, hoe jullie met de materiale mannen omgaan. Echt iedereen. Ja, nee, dit is wel lachen. Echt, wat ik zeg, het is... ja, en met Tom natuurlijk jou ja. In de kleedkamer. Dus dat zorgt altijd nee, voor jongen. Ja, ik ben best wel de aanwezige jongen. En zal ik ook altijd de rest van mijn leven blijven. Nee, maar ja, wat ik zeg, ik ben altijd wel in voor een geintje en ik koester de sfeer en het team natuurlijk wel. En daar is voor mij natuurlijk ook wel een rol in weggelegd om de sfeer zo goed en gezellig mogelijk te houden, absoluut. Alleen, ja, soms moet de gezelligheid ook weg en moet er gewoon gebikkeld worden. Dat is op dit moment het belangrijkste, maar natuurlijk, het is wel een plus ja. als de sfeer ten goede komt, zeg maar. Absoluut. Ja, want anders... Als ik een beetje op social media heb gekeken, een beetje over jou zoek, dan heel veel mooie dingen. En je ziet dat mensen jou toch een bepaalde manier zien. Laatst had je natuurlijk een interview met RTL 7. En nou ja, dan wordt het wel echt, je wordt wel gebracht als een driftig jongen. Terwijl, als ik jou, nou langzamerhand, we kennen elkaar natuurlijk persoonlijk wel aardig. En daarvan kom ik echt helemaal, ik zie daar niks van. En hoe is dat ontstaan? waar komt dat vandaan? Nou ja, jij kent me persoonlijk niet goed, maar heel goed. En ja, wat ik zeg, de mensen die hebben natuurlijk een mening klaar over je qua hoe je acteert op het veld. Nou ja, op het veld ben ik best wel een vervelend mannetje. Ik wil gewoon winnen ten koste van alles. En af en toe ga je wel eens overlijken, zeg maar. En dat is soms goed te praten en soms niet. Maar ja, ik doe er gewoon alles aan om te winnen. En ja, ik ben best wel een driftig mannetje en bij mij gaat er gewoon een knop om in het veld en dan wil ik gewoon winnen. En dan ben ik wel eens de jongen die heel driftig is en met bravoure en boos kijken, ja. Zeg maar. Maar ja, daar komt het misschien een beetje van, maar in de loop der tijd, zeg maar, ben ik ook wel veel meer gaan lachen in het veld. Ja. En hoe zeg je dat? Mijn moeder stuurt ook elke wedstrijd een berichtje en doet ze elke wedstrijd van blijf wel lachen, weet je, want dat zie je jou als speler en als mens. En, dat probeer je en blijf je wel te doen natuurlijk.
Maar ik, aan de ene kant, kijk, als ik tegen mezelf zou spelen, zeg maar, dan zou ik mezelf misschien ook wel een paar keer goed tackelen, zeg maar. Ja, ik denk dat het daar misschien een beetje vandaan komt. Dat ik, ik ben best wel een braniemakertje. De mensen die mij goed kennen, die weten in principe hoe ik ben. En ik ben een hele vrolijke jongen, een hele aanwezige jongen. Altijd in voor gezelligheid, gekkigheid, gewoon zottigheid, zeg maar. Weet je, gewoon gein. En wat ik zeg, ik heb nu de mogelijkheden om ook dingen te doen voor andere mensen. Zeg maar dat probeer ik op te laten. Ja, dan ga je gelijk naar mijn volgende vraag. Wat rijdt mij leeg? Dan ga ik gelijk naar mijn volgende vraag. Je bent natuurlijk maatschappelijk betrokken. Ja. Op dit moment, mensen beginnen door te krijgen van Randy is wel maatschappelijk heel erg betrokken. Ja. Dat is natuurlijk gewoon super mooi. Want je bent nu betrokken bij Stichting Elk Kind een Bal. Wat doet een bal met jou eigenlijk? Wat is dat? Als jij een bal ziet, wat gebeurt er? Wat doet een bal? Ja, ik kan nooit stil zitten als ik een bal. Ik kijk hier ook altijd op het kantoor. Ik ben, ik ben dagelijks hier eigenlijk. Nu al helemaal, omdat ik nu gewoon in Leiden weer woon. Een bal. Ik kan niet stilzitten als er een bal. Ik moet altijd even feelen met een bal, even kutten. Wat ik zeg, de bal heeft mij wel gebracht waar ik nu ben. Heb op plekken gebracht waar ik vroeger als kind van droomde eigenlijk. Ik ben in alle stadions al geweest in Nederland. Tegen clubs gespeeld waar ik heb van mogen dromen, ook in het buitenland, zeg maar. Dus wat doet een bal met mij? Het maakt me vrolijk, weet je. Ik kan mijn ding doen, hetgeen waar ik het beste in ben, zeg maar, met een bal. Dat brengt mij... En wat vind je van het merk Elk Kind een Bal? Wat vind je daarvan? Ja, ik ben persoonlijk super trots dat ik een van de gezichten mag zijn van Stichting Elk Kind een Bal. Wij willen de kinderen met elkaar in contact laten brengen en elkaar, hoe zeg je dat, zelfverzekerder laten worden. Je ziet hoe zeg je dat, in het buitenland op vakantie bijvoorbeeld met animatieteam, weet je, van hotel, dan kun je nog ineens de taal spreken met degene met wie je aan het voetballen bent. Maar het brengt elkaar wel samen, weet je. Ja. Je maakt wel plezier samen en zo. Dat sprak mij heel erg aan. Ik was ook super trots dat jullie mij een paar jaar geleden ervoor vroegen, zeg maar. Ik denk dat wij heel erg goed aan de weg aan het timmeren zijn. Absoluut. We zijn echt groeiende en je weet er zelf het meest van, zeg maar. Wat ik zeg, ik denk dat wij iets heel unieks aan het doen zijn. Ik geloof echt dat het niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Misschien Europees of internationaal. We hebben natuurlijk al wat in Kenia gedaan, in Haiti, in Brazilië, Griekenland natuurlijk, Marokko hebben we wat gedaan. Precies. En wat ik ook gewoon leuk vond en tof vond aan jou is, sommige spelers, we kijken bij Elk Kind een Bal naar wat past nou bij een speler. Dus de één speler zegt van, joh, ik wil liever een derde wereldland ballen doneren. Maar jij zegt, ik wil echt wat in mijn eigen wijk doen, waar ik ben opgegroeid. Ja, precies. En iedereen kent mij daar. En binnenkort staat er wel wat op te wachten. Wat ik zeg, ik ben al van jongs af aan al bezig. Vroeger al was ik handtekeningen aan het aan het vragen voor een pleintje met hekken eromheen. En dan praat je over echt 20 jaar geleden of zo. Dat ik met mijn vriendjes, elke keer schoten we natuurlijk op doel, maar op dat moment schoot je ook wel naast en je had niet altijd zin om de bal te halen en weet ik wat allemaal. Ik ben al van jongs af aan bezig om zoiets te kunnen bewerkstelligen en nu zit er wel een kans aan te komen dat ik waarschijnlijk misschien, ik noem maar wat, weet je, mijn droom is om mijn eigen pleintje te kunnen hebben in mijn eigen wijk en dat zou wel fantastisch zijn als dat... Als we dat kunnen realiseren. Ja, precies. En ook de achterliggende gedachte ervan, hoe tof zou het zijn om kinderen, zeg maar, die op mijn pleintje uiteindelijk profvoetballer worden, zeg maar. Nu heb ik gewoon de kans om of het nou mijn pleintje is, of de projecten die we hebben met Elk Kind een Bal, of de dingen die we ook doen met Sport at School natuurlijk. Om nu wat terug te kunnen doen en die mensen of de kinderen, zeg maar, de kinderen zijn toch de toekomst, zeg maar, dus als je er al één helpt, dan zou dat al fantastisch zijn, zeg maar. Absoluut. Ja, dat is
dat is wel een van mijn doelen om vooral ook maatschappelijk zeker bijdrage te kunnen helpen ja, aan die jongens of meisjes hun toekomst, zeg maar. Ja, ik denk dat we gewoon heel goed aan de weg aan timmeren zijn en ik denk dat wij ja, gewoon heel veel steun kunnen gebruiken, ook vanuit de gemeente Leiden. We hebben gemeente Amsterdam natuurlijk al wel mm-hmm. achter ons. Dus ja, noem ze maar op. We hebben best wel veel steun al en veel bekende gezichten ja. al die ons steunen. Dus ja, hoe meer hoe beter. Dus, absoluut, absoluut. We hebben ook wel steun nodig. Ja, ik vond het wel echt tof vandaag. En oprecht, ik bedank je voor alles wat je voor ons gedaan hebt. En ook dat je toch weer even tijd vrijmaakt om hier aanwezig te zijn. Toch nog even een kwartiertje wil geven om, ja, om de mensen even toch wat te vertellen hoe je wat verder met elkaar zit. Ik bedank je enorm en mensen. En zo naar onze grote vriend Randy. Ja, volg hem op Instagram. Je hebt Snapchat, ja, Facebook. Ja. Oh, je hebt echt alles. Dus vanuit hier onwijs bedankt voor het abonneren, kijken. Abonneren, zoals Randy zegt. En blijf ons vooral volgen. Echt alleen maar liefde. Fietsen of zo. Jij kan fietsen rijden, toch? Die pik. Oh, dan mag ik niet zeggen. Meestal abonneert. Dan krijg je een fiets opgestuurd. Maar we hebben wel, zonder slop. We hebben wel iets leuks trouwens. Tenminste, jij had iets leuks. Je had net een cadeau gekregen van Bilal. Je kreeg een bal. Ja, waar is die bal? Hij staat daarachter. Ja. Ja, en deze bal ga je weggeven. Aan eigenlijk? Ja, ik heb deze bal van Bilo gekregen. Speciale bal met heel veel liefde erin. Van Bilo. Bilo liefde. Nee, deze bal wil ik graag geven aan iemand die of een uniek verhaal hebt of een speciaal verhaal hebt. Hoe zeg je dat? Een bagage hebt of hoe je het ook wil noemen, zeg maar. Dus heb je een uniek verhaal, dan moet je dat even insturen persoonlijk naar mijn Facebook. Dat is gewoon Randy Wolters, atleet Facebook. Of mijn Instagram, Randy Wolters 11. Dan moet je gewoon even een DM sturen en dan ga ik uiteindelijk degene die het in mijn optiek het mooiste en speciaalste verhaal heeft, die kom ik persoonlijk deze bal brengen samen met Bilo. En ik denk dat Brian er ook bij is. Hey Ren, wat vind je van die programma eigenlijk van Soufiane Touzani? Ja, gruwelijk. Ja? Tiki-taka. Tiki-tiki-taka. Tiki-taka. Ja, nee, sowieso. Ik vind Soufiane Touzani sowieso echt, wat ik zei, zijn allereerste filmpje, dat weet ik nog als de dag van gisteren, zeg maar, die heb ik kapot gekeken. Die heb ik helemaal, van voor naar achter heb ik helemaal altijd gekeken naar zijn filmpjes en... Ja, hij is wel een voorbeeld ook voor ons, denk ik. We zijn natuurlijk ook trots dat hij bij onze stichting Elk Kind een Bal ambassadeur is natuurlijk. Maar hoe hij met die gasten bezig is, dat is gruwelijk. En hoe hij tovert met een bal is natuurlijk ook, ook echt gruwelijk. Maar ik zie wel een programma voorbij komen waarbij jullie met z'n tweeën een leuke programma opzetten. Ja, wie weet. Ik sta altijd overal voor open natuurlijk. Heeft hij al benaderd? Nee, nog niet, man. Dan moeten we even proberen te regelen. Ja, kom maar zo. Ja, tuurlijk. Nee, hey, Soef, dan moeten we toch... Kom op, man. Nee, zou tof zijn, tuurlijk. Maar wat ik zeg, de tijd zal leren. En ik denk uiteindelijk, hoe zeg je dat? De mensen die elkaar horen tegenkomen in het leven, die komen elkaar toch wel tegen. Absoluut, dus, absoluut. En wat ik zeg, laatst was Jirwassi, zeg maar, die wat voor mij vroeger ook een van mijn voorbeelden was. Wasinho, die kent Soufiane denk ik ook wel goed. En wat ik zeg, die kom ik nu ook weer na zoveel jaar tegen. En dat zijn toch wel voorbeelden van je geweest. En wie weet komt er wat op ons pad. En, laat het hopen. Hij gaat waarschijnlijk ook meekijken. Ik weet het wel zeker. Soef. Dus Soef, regel even een leuke item met Tiki-taka toch? Tiki-taka voetbal. Mensen, aardewereertje.